Ja, wel een grote impact. Ik heb nog steeds huidkanker. Dat blijft ook. Ja, je bent er niet oppervlakkig mee bezig, maar het is wel altijd op de achtergrond. Dat is een feit. Het is een beperking. Maar ik doe er echt alles aan om dat het niet te laten zijn. Dus ik probeer zo goed mogelijk voor mijn huid te zorgen. Zeker ook, hè, met de zon en buiten zijn in de zomer. Maar ik probeer wel alles te doen wat ik heel graag wil doen. En wat ik ook heel confronterend vind altijd zijn ja, de littekens. Dus elke keer als ik weer ergens word geopereerd, zoals bijvoorbeeld hier, dit is de laatste. Ja, dan haal je de pleisters af na 2 weken. En dan zie je er weer anders uit. En ook wetende dat dit als ziekte nooit weg zal gaan bij mij. Ja, dat vind ik wel beperkend. Ik verlenen aan deze campagne omdat ik denk dat het zo ontzettend belangrijk is dat mensen zich goed beschermen tegen de zon. Vooral mensen met een gevoelige huid, maar in het algemeen mensen. Ik vind nog steeds dat heel veel mensen denken dat het gezond is als je heel bruin bent, wat helemaal niet zo is. Mensen vragen niet naar de littekens, maar als ik een behandeling heb, dan vragen ze er wel naar. Dus als ik bijvoorbeeld een behandeling heb voor actinische keratose, dat op een gegeven moment krijg je ja, gewoon een soort met plekken die eruit zien als schaafwonden of brandwonden. Dat is ook heel pijnlijk. Heb ik ook op mijn lippen gehad, al een paar keer. En dan gaan mensen vragen stellen. Een beetje een dubbele relatie. Ik weet dat ik heel goed voor mijn huid moet zorgen. Dus zeker in de zomer. Wakker worden, zonnebrandcrème opsmeren, dan pas naar buiten. Altijd factor 50, altijd vaak smeren. Gaan zwemmen met t-shirtjes aan, et cetera, et cetera. Hoedjes op, zonnebril op. En soms heb je daar gewoon geen zin in. Dus het is best wel lastig. Ja, leef ondanks je beperking. Doe waar je van houdt. Ook al past het misschien niet helemaal bij de ziekte.